Claudio Braga, 2-2 tegen ASWH. Ja, waar weet je dit gelijkspel aan? Nou, in deze fase is het is een gelijkspel, man. Zou dit in een bekerwedstrijd gebeuren of in een competitiefase, dan zou dat veel erger zijn. Op dit moment is eigenlijk het resultaat, weet je, min of meer het minst belangrijke. Wel de speelwijze, dat jongens de kans krijgen. Voor ons was het voornamelijk vandaag heel belangrijk dat de arbeid een beetje verdeeld werd. Omdat we van een trainingskamp komen, et cetera, et cetera. Ja goed, we zijn zeer blij dat we gespeeld hebben. En ik kijk terug op een leerzame avond. Ja, ik denk dat je het meest tevreden bent over de werklust en de energie in het begin van de eerste helft. Toen konden jullie ze hoog druk zetten. Is dat de manier waarop jij ook wil gaan spelen in de competitie? Nou, daar staat FC Dordrecht wel een beetje voor, ja. Een team wat lef heeft en durf. Overal in het land willen we dit spel wel gaan spelen. Moet wel reëel zijn, moet ook te doen zijn. Dit kan je niet 90 minuten volhouden. Nou, dan moet je ook wel terug kunnen grijpen op een stukje balbezit houden. Balbezit weer met richting, dus spel verplaatsen om daarna weer te kunnen versnellen. Ja, goed, en de ruimte in de rug van de verdediging tegenstander moet je gewoon benutten. Ja, daar nogmaals zitten heel veel ontwikkelpunten voor ons vandaag. En gelukkig hebben we iedereen kunnen laten spelen, dus ik kan goed terugkijken. Ja. Want je selectie is al vrij snel compleet ook. Bij Dordrecht is dat niet altijd zo. Hoe tevreden ben je daarmee dat je meteen al met een hele grote groep aan de slag komt? Ja, dat is fijn werken. Het is fijn werken dat je kan bouwen aan de speelwijze. Het is fijn werken dat je veel de tijd hebt om langdurig met het individu aan de slag te gaan. Nou goed, er zullen zeker nog wel jongens komen. En aan de andere kant hoop ik dat niemand vertrekt. En dat we met een goede groep de competitie ingaan. Ja, want rondom Bredek speelt misschien iets. Blijft hij bij FC Dordrecht? Nou ja, goed. Goede spelers is normaal dat er altijd wel interesse voor is. Dus ik zou er niet van staan te kijken. Aan de andere kant, volgens mij is het rustig. En kunnen we met goede vertrouwen de toekomst ingaan. Dus je denkt dat Daniel Bredek blijft? Het is niet aan mij. Het is niet aan mij om te beslissen over andere clubs. Ik kan wel zeggen dat ik heel tevreden ben over de speler die je net benoemd. Ja. En dan twee spelers misschien nog die van Feyenoord komen. Je hebt nog twee huurlingen te goed, zeg maar. Hoe staat dat ervoor met Feyenoord? Ja, als het spelers zijn met meerwaarde, zijn ze van harte welkom. Het zijn jongens met een goede basis, een goede opleiding. Dus die kunnen wij altijd wel goed gebruiken. Weet je, wij zijn daar gewoon blij mee. En op welke linie is dat dan? Is dat middenvelder, een aanvaller? Waar moeten we aan denken van Feyenoord? Ja, als wij er beter van worden, zijn ze overal. Elke positie? Elke positie, ja hoor. Maar zijn er gesprekken gaande over de spelers of nog niet? Daar ga ik wel vanuit. Ik ga er wel vanuit waar een gezonde samenwerking is, dat men met elkaar in gesprek gaat. Wanneer verwachten jullie dat er duidelijkheid komt wat dat betreft? Ik wacht rustig af. Ik doe mijn werk als trainer en ze zijn nogmaals van harte welkom. En is dat tot morgen, dan is dat prima. Moeten we langer wachten, dan is dat ook totaal geen probleem. Ja. En op trainingskamp geweest natuurlijk. Hoe is dat bevallen en hoe staat je groep er nu voor? Zijn jullie al fit genoeg om de competitie te beginnen? Nou, een trainingskamp is altijd perfect. Hè? Op het moment dat je lange dagen bij elkaar bent en er is tijd voor gesprekken, er is tijd om te trainen, er is tijd ook voor een wedstrijd te spelen. Ja, dan is dat altijd ideaal in een rustige omgeving zoals wij dat hebben gehad in Den Helder. Maar goed, ik heb wel het gevoel dat we even anderhalve weekje goed kunnen gebruiken. En als het straks 9 augustus is, dan zijn wij er zeker klaar voor. Ja, want de open dag van Dordrecht komt eraan met een wedstrijd tegen Norwich City. Ook een ploeg waar jullie samenwerking mee hebben. Zijn er nog spelers van die kant te verwachten of niet? Ja, nogmaals, ik vertrouw op het management. Ik heb gehoord dat de mensen onderweg zijn. Zolang ze zich nog niet melden, ja, dan moet ik wachten. Maar nogmaals, ze zijn van harte welkom op het moment dat het meerwaarde zijn dan helemaal. En ik focus me op mijn werk. En tegen de onder 23 van Norwich, is dat een mooie wedstrijd voor de open dag en de supporters, denk je? Ja, natuurlijk. Het is een club uit de Premier League. Het is in dit geval dan weliswaar een onder 23. Maar dat zit vol met talentvolle spelers. Dus voor ons is dat een ideale tegenstander. Zowel fysiek als technisch zijn het gewoon jongens die getalenteerd zijn. Dus ja, de ideale tegenstander een week voor de competitie. En voor jou, je bent natuurlijk ingestapt vorig seizoen. Hoe staat de ploegen voor, denk je, vergeleken met andere ploegen in de keukenkampioen-divisie? Nou, ik denk dat wij ons wel in de laatste maanden goed hebben ontwikkeld. Niet alleen maar het team zelf, hè, maar ik denk dat er heel veel is gebeurd op het gebied van topsport binnen de club. Compliment aan alle mensen binnen de club die daar hun steentje aan bijdragen. Want je mag best weten dat er echt heel veel is veranderd in de positieve zin.
Ja, dan heb je natuurlijk een fase van de zomervakantie en dan gaan er heel veel spelers weg, in ons geval. Nou ja, goed, als je ziet hoeveel nieuwe spelers er zijn, ja, dan moet je ook weer een hoop jongens gaan inpassen. En dat is leuk om te doen, maar het is normaal dat het tijd nodig heeft. En weet je, we halen al een aardig niveau, maar het is een team in ontwikkeling. Ja. En is het linker rijtje of een periodetitel iets waar jullie naar kijken van dit is een mooi doel? Nou, als je kijkt naar de statistieken wat we vorig jaar hebben gebracht, dan is de grote vraag nu van, is het reëel om dezelfde punten of dezelfde lijn door te trekken? Weet je, uiteindelijk wil je het gewoon beter doen als vorig jaar. Weet je, waarom niet? Waarom zouden wij niet de linker rijtje als op gaan peilen? Ik bedoel, daar hebben we een goed genoeg team voor. We hebben geen angst voor wie dan ook. Dus laten we gewoon met open ogen de toekomst tegemoet zien. Ja. En nog iets interessants wat je al zei. Topsportmentaliteit is iets meer gekomen bij Dordrecht. Waar moet ik aan denken wat er dan veranderd is? Ja, en eigenlijk aan alle specialismen wat om het team heen hangt. Hè. Men heeft altijd wel videoanalyse gehad. Alleen het is nu anders. De medische staf werkt anders. Er is een inspanningsfysioloog bij waardoor meer controle is op het fysieke trainen. Als technische staf hebben we wat meer body. Hè. We hebben een spitsentrainer erbij gekregen. Nou ja, goed, al met al is het denk ik niet meer de Dordrecht van vroeger. Maar het is een hele andere Dordrecht die veel meer kan bieden op het gebied van individuele toppers, topsport. En ja, weet je, dat moet gewoon langzamerhand gaan leiden naar wat meer continuïteit in prestatie. En Dordrecht, als het goed gaat, zijn er veel supporters vaak. Als het op neer gaat, is de tribune wat leeg. Wat verwacht je nu er wat spelers bij zijn gekomen? Denk je dat er meer support zou zijn vanuit Dordrecht? Nou, ik hoop dat wij in ieder geval het voetbal kunnen gaan spelen wat een stukje spektakel biedt. Hè. Dat is in heel veel wedstrijden vorig seizoen ook gelukt. Dus ik hoop dat we dat weer kunnen gaan behalen. En ik hoop dat net zoals altijd een echte 12e man een beetje achter het team gaan krijgen. En ja, dat uiteindelijk zowel supporters als het team wat in het veld staat samen één zijn. En dan ben je ook samen sterk.